In Schiedam is vanmorgen een 20-jarige man gewond geraakt bij een schietpartij op de hoek van het Kort van de Lindenpad en de Dr. Kuiperlaan. De politie hoopte de vermoedelijke dader te arresteren in een portiekwoning aan de Troelstralaan, maar daar bleek die niet te zijn. De toedracht van de schietpartij is nog onbekend. De drie mannen die vorige week zijn opgepakt voor brandstichting aan de Laan op Zuid in Rotterdam blijven langer vastzitten. De rechter heeft hun hechtenis voorlopig met 14 dagen verlengd. De verdachten zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. Ze zouden begin januari brand hebben gesticht in de parkeergarage van een flatgebouw aan de Laan op Zuid, waarna 84 bewoners tijdelijk hun huis uit moesten. Het Scheepvaart- en Transportcollege in Rotterdam begint komend schooljaar met een 2-jarige mbo-opleiding tot treinmachinist. Nu worden machinisten nog intern geschoold bij de spoorwegen.